Hier fietsten ze. Op die 2 november? Op die ochtend, ja, op weg naar color grading voor zijn film 0605. 0605, over de moord op Fortuin. Daar was hij naartoe en dan fietste hij hier. En dan fietste hij eigenlijk gewoon rechtdoor onder het spoor door. Langs het politiebureau langs hier, Langs het politiebureau, ja. En daar werd hij opgewacht. Ik weet dat hier werd hij geraakt en is hij overgestoken. Daar bij de avondwinkel, avondverkoop. En daar kennen we al die nare beelden van. Dat is eigenlijk hier, hè, die nare beelden. Links, ja. daar lag hij dan. En toen is die dader is doorgerend, zo het park in hier. Als een wildwesttafereel. Zo omschrijven getuigen wat er vanochtend in de Linnaeusstraat is gebeurd. Van Gogh wordt voor het kantoor van Stadsdeel Oost door meerdere kogels getroffen. Hij strompelt naar de overkant en de dader komt achter hem aan. Ik was mijn zoontje aan het wegbrengen op de fiets naar zijn vriendje. En ik hoorde opeens 2 schoten en ik draaide me om. En opeens, ik herkende Theo van Gogh gelijk. Toen zag ik iemand dus met een pistool op 5 meter afstand. En ik riep tegen die man van, doe het niet. Doe het niet. En hij keek mij aan en ik keek hem aan en toen schoot hij hem neer. Het was gewoon 9 uur 's morgens, druk. Mensen brengen kinderen naar school. Toen heeft hij nog geroepen, genade, doe het niet. Is naar de overkant gekomen en is daar op de grond gevallen. Het was gewoon een zinloos gevecht. Eerst 8 keer neergeknald, hè, ja, met een wapen. En daarna met een mes gestoken. Het was echt zo mensonterend, zo bestiaal, zo middeleeuws eigenlijk. Ja, het is echt ongekend geweld. Ja. Tijdens zijn vlucht opende de dader het vuur op agenten, hopend dat ze hem zouden doden, zodat hij als martelaar kon sterven. Dat gebeurde niet. In het vuurgevecht raakte hij slechts gewond aan zijn been. Onze lieve, getalenteerde, lastige, dappere, sprankelende, zorgzame familiezieke zoon is dood, vermoord. Deze moord heeft te maken met respect. Theo kreeg veel respect en zelf verdiend. Dit is het type wapen waarmee filmmaker Theo van Gogh werd vermoord. Een HS-95. Beter bekend als de Kroatische Glock. Waar komt dit wapen vandaan? En welke duistere route leidde naar dat fatale moment? Bart Gietema leidde destijds het moordonderzoek naar Van Gogh. Vandaag de dag kijkt hij vanuit zijn kantoor als chef districtsrecherche in Amsterdam-Oost uit op de plek waar het allemaal gebeurde. Hebben jullie toen in die periode ook nog gekeken naar waar het wapen vandaan kwam? Hoe die aan het wapen was gekomen? Dat is wel een deelonderzoek geweest waar wij gewoon heel veel energie in hebben gestoken. Hè? Want het was een wapen van Kroatische makelij. Ja. H is metal met een serie nummer 88453. Mm-hmm. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan van joh, wat zit daarachter? Wie heeft dat wapen geleverd? Waar komt dat vandaan? En dat heeft uiteindelijk niet een bevredigend resultaat gehad. Want we kregen van Interpol Zagreb bericht dat het wapen afkomstig was uit een partij van 1000 stuks vanuit Kroatië. Maar die partij is gestolen. Ja, dus geen twijfel. We hebben geen reden om daaraan te twijfelen. Nee. Ja. Volgens justitie werd het moordwapen in 2000 gestolen in Zagreb. Maar wanneer ik navraag doe in Kroatië, blijkt dat anders te liggen. Mijn zoektocht begint bij de oorsprong van het moordwapen. De HS-95 in Karlovac, een stad ten zuidwesten van Zagreb. Hier, in de wapenfabriek van HS Product, werd het moordwapen rond 1998 geproduceerd.
Een interviewverzoek bij de fabriek werd afgewezen. Maar ik waag toch mijn kans bij de poort. Dobran. Oprosti, tražim samo informaciju. Ovo su kolege sa nizozemske televizije. I oni su htjeli zamoliti izjavu od uprave da rade emisiju, odnosno film o oružju u Karlovcu. Pa sad, mogu li to preko vas? Ne, ili... nemojte snimati ovdje. Nemojte do... No, no film. Ok, sorry. Bij de wapenfabriek, die hier midden in het stadje naast de lokale supermarkt en winkel staat, wil niemand me te woord staan. Maar bij de fabriek sturen ze me niet met lege handen weg. I get a small gift from them. So they have given me their footage. So we will see what is on this USB stick.